Goeiedag trouwe kijkers van SVD TV. We zijn hier vanavond bij de tweede aflevering van het latje trappen. Gaat diegene het vanavond lukken om de lat 5 maal raak te schieten? We gaan het meemaken. Goed mensen, onze deelnemer van vanavond, Thijs Julioan. Thijs, stel je even voor. Hallo, ik ben Thijs Julioan, 30 jaar. Vandaag nog één dag woonachtig in Delenswaard. Vanaf morgen Zwollenaar. Kijk, altijd jammer als mensen uit Delenswaard trekken. Ja. Thijs, succes. 5 ballen zijn voor jou. 5 ballen. Ik heb 1 doelstelling, wil ik wel even aangeven. Wesley Holtrop heeft er vorige week 1 raak getrapt. Moet ik overheen, dus krijg ik problemen. Thijs, zet hem op, hè? Ja. Slecht! De andere manier van trappen. Jij. Tijd om 3 te gaan. Minimaal 2 raak. Druk wordt opgevoerd hoor. Oh nee! Nu komt er echt de druk op. Minimaal 1. Keurig! Het kan nog! Kan nog! Nog alles of niks? Nee, dit wordt het! Ja, Thijs. Eentje! Eentje! Ja, net zo goed als Wesley, hè? Thijs, goed gedaan. Dankjewel jongens. In ieder geval 1. Ja. Ik sta niet helemaal voor aap, dus dat scheelt weer. Top. Maar goed, ik had er toch wel graag 2 raak willen schieten. In ieder geval bedankt voor je deelname. Dankjewel jongens, dankjewel. En, mensen, bedankt voor het kijken naar deze top aflevering. Alweer de 2e aflevering van het latje trappen. En we zien jullie volgende week. Yo. Goddomme nou. Ah, in ieder geval 1. Ja, in ieder geval 1. Goed mensen, dit was alweer de 2e deelnemer van het SVD TV latje trappen. We gaan even meekijken naar het klassement. Zoals je kunt zien, beide heren hebben 1 keer raak geschoten. Gaat degene volgende week dit record verbreken? We gaan het meemaken volgende week. Mensen, bedankt voor het kijken en we zien elkaar terug volgende week. Dankjewel.